Leuk dat u kijkt naar de Straat van Amsterdam. Vandaag zijn wij in Amsterdam-Oost, de Krukjeswerf. En je ziet ze al op de achtergrond, de brandweer. Want zij gaan zo meteen ons een korte demonstratie geven over hoe je het veiligst een steekvlam kunt ontvlammen of kunt blussen. Want we zijn toch wel op een nieuwbouwplekje. En wat voor plekje dit is? Nou, dit is best wel een bijzonder plekje, want alle straatnamen hier zijn gerelateerd aan brandweer. Namen. Bijvoorbeeld daar zien we de Vluchtladderstraat. Ik ga straks op bezoek bij twee bewoners die aan de Rookmelderstraat wonen. Maar ik begin eerst even bij Ellen. En Ellen die zei al tegen mij van, hey, weet je wat, je hoeft niet aan te bellen. Kom gewoon via de tuin of via onze balkon. Dus dat is wat we gaan doen. Ellen die woont hier nog niet zo lang. De meeste bewoners wonen hier nog niet zo lang, want dit is vrij nieuw allemaal. Goeiedag. Ja, ik hoor normaal aan te bellen, maar ik dacht, nou, weet je, we zijn... Hé, hey, kijk. Het is toch niet dat hij weer mijn veter gaat lopen knagen hier. Joep, kom maar. Hoe heet hij? Joep. Joep. Ja. Ook echt een diervriendelijke naam. Ja, een lekkere Hollandse naam. Ja, echt, hè. Oh, boah, het is zo koud vandaag, echt. Vreselijk. Ellen, wat was je aan het doen? Ik was even een beetje de laatste hand aan het leggen aan een liedje die ik heb geschreven. Oké. Okay. En een beetje met de hond aan het spelen. Joep, die is nog heel jong, hè? Ja. Dat is een pup. Ja, klopt. En ja, vraagt hij veel energie, vraagt hij veel tijd? Ik was half overspannen, dus hij vraagt veel energie. Ja. Het is net een baby. We praten over, heeft hij gepoept? Oh ja, oh fijn. En dan zijn we helemaal trots en zo. En over nachten doorslapen en gebroken nachten. Oh, wauw. Dus, het is net een kleine baby. Het vandaag de dag. Ja. Hey, je woont hier nog niet zo lang, want dit zijn allemaal nieuwe gebouwen in een heel nieuw wijk. Ja. Hoe is het voor jou om hier te wonen? Nou, het is chill. Ja, we waren per ongeluk ingelood. Per ongeluk? Ja, nou ja, we hadden het niet verwacht, want er waren maar 7 woningen. En mm-hmm. Er waren mensen die voorrang hadden in de zorg en docenten en zo. Ja, want die krijgen voorrang vandaag de dag, hè? Ja. Ja, die zijn heel belangrijk, dus die mogen eerst. Dus we dachten, nou, het moet nog gebouwd worden en ik heb toch nooit geluk met dit soort dingen. Dus laten we het maar gewoon proberen. Ja. En toen waren we in eerste instantie uitgelood en toen kregen we in één keer toch een mailtje dat we de woning hadden. Dus we waren heel erg... blij verrast. En is dit een koopwoning, een sociale huur of een vrije sector? Nee, huur, ja. Ik woonde net samen met mijn vriend voor de eerste keer, dus huren leek ons veilig. Ja. Ja, nee, gelijk heb je. Want waar heb je hiervoor gewoond? In de Javastraat in de buurt, om de hoek, bij de Boeroe. Ja, is het een groot verschil tussen het wonen daar en het wonen hier? Ja. In welke opzichten? Het is overwegend wit hier in deze buurt en iedereen lijkt op elkaar. Het zijn allemaal young professionals, stelletjes, mensen met puppy's en kinderwagens. En minder multiculti dan in de vorige buurt. Ja. Ja, ga je dat missen? Ja, ik vond de running wel leuk. En dan was er bijvoorbeeld een Marokkaanse of Turkse bruiloft tegenover. En het leeft gewoon heel natuurlijk. Erg. Ja, dat vond ik gewoon heel gezellig. Ja. Ik zet je even neer. Dat was gewoon heel gezellig. Ja. En dit is wel veel van hetzelfde. Maar het heeft ook wel weer zijn charme, denk ik. Ja. Nou, Ellen, jij schrijft liedjes. Je bent trainersacteur. Ja. Toevallig ik ook. Dus ja, superleuk nice. Ja, om iemand, bij iemand binnen te komen die dat ook doet. Ja. Hoe ziet jouw dag eruit als trainersacteur met liedjes schrijven, nog heel wat kunst aan de muren hangen? Mm-hmm. Nu is alles vooral online, dus hier zit ik vaak zo aan tafel met een mooie muur op de achtergrond of in de werkkamer en dan heb ik online trainingen. Dus dan ben ik aan trainingsacteuren. Ondertussen, terror, ja. Nee, Joep, laat het maar gewoon. Ja, okay. Want weet je, het is, kijkers, ik wil toch even iemand bedanken voor de afgelopen tijd, Kim. Kim is onze superstagiair en het is vandaag haar laatste dag. Oh. En Kim die wil eigenlijk nooit op tv of gefilmd worden. Maar ja, nu kan je er niet omheen. Joep, nee. is jou aan het knagen nu gewoon. Ik ben ook niet de grootste dierenvriend. Ik probeer er heel erg rustig vanaf te komen. Maar het lukt nog niet. Okay, nou goed. Veel succes daarmee. We gaan verder met dit gesprek. Yes. Dat komt wel goed, denk ik hoor. Maar goed, hoe ziet jouw dag eruit? Want je schrijft liedjes. Als ik even aan het spieken ben, vlam in de pan, vette paniek en panisch belt hij 112. Dat lees ik even. Gezellig, hè? Ja, leuk thema. Ja. Echt ook heel toepasselijk voor waar we vandaag zijn. Ja, ja. En straks krijgen we een demonstratie van de brandweer, want dat had ik net al verteld. Ja. Dan kom je ook even kijken, toch? Tuurlijk, ja.
Maar wat voor liedje is dit? Nou, kijk, ik maak dus liedjes op maat. Op maat gemaakt liedjes voor mensen en bedrijven. Ook voor begrafenissen en trouwerijen, eigenlijk van alles. En ik dacht, misschien leuk als ik een liedje maak, alsof ik die voor jullie in opdracht heb geschreven. Dan kan ik je een beetje meenemen. Okay. Want normaal gesproken dan heb ik een vragenlijst met, hey, hoe wil je dan dat het liedje klinkt? En wat voor sfeer moet het oproepen? Ja. En moet het meezingbaar zijn? Een beetje een liedje op maat eigenlijk. Ja, echt helemaal op maat. Waar haal je de inspiratie vandaan om op aanvraag liedjes te schrijven? Want meestal schrijf je zelf liedjes op basis van je eigen memories of op basis van wat je zelf hebt meegemaakt. Maar nu moet je echt inspiratie gaan opzoeken. Hoe doe je dat? Nou, dat ik laat eigenlijk de ander vooral het werk doen van tevoren. Want ik stuur ze een hele lijst met vragen. En ook met wat voor thema's moeten erin. En wat vind je... hier schuift een hond over de vloer ondertussen. Kim, ik heb het wel met je te doen, hoor. Je laatste uitzending en dan word je echt... Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Zal ik even een speeltje voor je pakken? Ja, als je Dit is de Martin Gauwse tactiek. Dus als je dan iets anders geeft, dan gaat hij weg. Okay. Als het goed is. Hey! Oh, nou, ging net goed. Vaak stoot heel hard zijn hoofd aan de stoel. joepie. Nou. Ben ik nu aan de beurt? Serieus? Joep, serieus? Gaan we dit soort spelletjes spelen nu? Huh, Joep? Hey. Je wordt wel beroemd zo. Het gaat vandaag eigenlijk alleen maar om Joep nu. Eigenlijk wel, hè? Ja. Heeft hij goed gedaan. Nou, goed. Dus op maat gemaakte liedjes schrijven. Ja. Dus andere mensen die vraag ik om eigenlijk te zeggen wat er in het liedje moet. En dan ga ik daarmee aan de slag. Mm-hmm. En ik heb vaak een eigen melodie. Moet ik hem wegdoen? Nee hoor. dit gaat helemaal goed komen zo. Nou, hij heeft de tijd van zijn leven. Ik zie ook heel wat kunst aan de muren hangen. Bijna alle kunstwerken hebben een persoonlijk verhaal. Ja. Laten we even één verhaal eruit lichten. Ja. Ja, ik vind die wel leuk eigenlijk. Wil je erover zeuren of wil je het probleem oplossen? Ja, dat is ook het ook van mijn vriend. Ja? Is dat een beetje hoe je bent? Nou, ik wil het niet. Nee, ik wil feministisch zijn. Ik wil zeggen, alle vrouwen zijn zo. Maar de meeste vriendinnen van mij, die herkennen zich hier wel in. Ja. Toch is het wel een beetje eigen dat ik dan, als ik ergens mee zit, dat ik het gewoon even moet ventileren. Ja. En dan moet mijn vriend het gewoon even aanhoren. Ja. En dan... But, onze cameraman, heeft er net een foto van gemaakt. Ik denk dat dit hem heel erg bekend voorkomt. Toch, But? Ja, jarenlang ervaring heb ik. Ja, ik weet er alles van. Je hebt je vrouw al een foto gestuurd hiervan. Ja, die heeft een foto. Oké, okay. Ik denk dat zij op de bank slaapt vanavond. Ja, precies. Maar welke wil je laten zien? Ik denk, ja, ik vind deze eigenlijk wel speciaal. Mm-hmm. Ik ben hier, ik zal even de planten een beetje aan de kant doen. Dit is qua kunstenaar eigenlijk niet iemand die ik ken. Ik heb gewoon op internet gezocht naar mooie plaatjes. Want ik vind het heel leuk als er... Nou ja, ik hou van diepgang, dus ook in mijn gesprekken en zo. Ik ben niet voor niks communicatie-expert. Mm-hmm. Maar ik vind het dus ook gewoon leuk als in huis er verhalen zijn en spullen met betekenis. Dus deze heb ik gekozen omdat deze persoon lijkt heel erg op Eline. Dat is mijn... Schoon, hoe heet dat eigenlijk? Ja, mijn broers vrouw. Schoonzus, ja. En zij is nu hoogzwanger. En zij is zwanger van mijn eerste neefje. Oh, dat is heel speciaal. Maar zij is samen met mijn broer geëmigreerd naar Jakarta. Dus ze gaat in januari bevallen. En ik mis hun heel erg. En ik vind het heel erg jammer dat ik mijn eerste neefje dus niet in mijn armen kan houden. Want door corona kunnen wij gewoon het land niet in. Ja, dus, dat is jammer. Maar goed, je hebt er toch wel altijd zo in je woonkamer, in je nieuwe woonkamer wel te verstaan. Ja, zeker. Ja. Oké, goed. Ellen, dankjewel. Leuk dat we hier even mogen zijn. Graag Joep, die is nog steeds, bezig gewoon met alle veters. Kijk. Ik ben gewoon bang dat ik per ongeluk op zijn pootje trap, zeg maar. Ja, jouw voet is ook even groot als mijn hele hond, ongeveer. Ja, ik bedoel, anders krijgt hij toch wel 85 kilo rauw vlees op zijn poot. Nou, en dat wil hij natuurlijk niet. Goed, we zien je straks bij de demonstratie van de brandweer. En dan gaan we nu door naar twee andere bewoners. Ondertussen probeer ik even zo te schaatsen. En kom ik overal tegen. Zo, even kijken. Goed, ik ga zo meteen even mijn veters strikken, anders ga ik op mijn bek en dat wil ik natuurlijk niet hebben. Je ziet ze in de verte al, de brandweerlieden, die hebben zojuist voor ons een korte demonstratie, want ze gaan ons laten zien hoe je het beste om kunt gaan met brand in het kader van brandveiligheid. Maar voordat ik daar naartoe ga, ga ik op bezoek naar Kees en Ingrid, ook hele nieuwe bewoners hier. Ze zijn van groot naar klein gaan wonen en zij wonen aan de Rookmelderstraat. Ja, daar ben je. Kees, ja, een hele goede dag. Welkom. Dankjewel. Kom binnen.
Graag zelfs, het is super koud buiten. Ik hoop niet dat je een hond hebt of zo, toch? Nee. Oké, ja, we waren net bij Ellen en mijn veters die zijn er bijna van afgetrokken door haar kleine puppy Joep. Oh, ja. Maar goed, we kunnen hier veilig rondlopen. Wat leuk dat we hier mogen zijn. Kees. Ja, ik vind het ook erg leuk. En Ingrid. Ja, dankjewel. Kunnen jullie iets dichter bij elkaar staan? Want het gaat natuurlijk wel om jullie twee vandaag. Ja, ja zeker. Jullie wonen hier in het nieuwe gedeelte van Kriekjeswerf. Hoe is het om hier te wonen? Ja, het is fantastisch. Het is jammer dat we door de corona niet veel mensen kunnen ontmoeten. Ja. Maar de sfeer is altijd heel... heel leuk hier. Iedereen kent elkaar, tenminste van de verdieping en uit het gebouw. En het is een soort pioniersmentaliteit. Ja. Mensen vinden het leuk om elkaar te ontmoeten. Er is meteen al een appgroep opgezet. Ja. Genaamd de gezelligste verdieping hier op deze verdieping. wie heeft de naam bedacht? Weet ik niet, de buurman. De buurman? Ja. Oké. En die is de leukste thuis waarschijnlijk die ook is de wel, leukste hè? Thuis, ja. Ja, ja zeker. Er komen regelmatig appjes van... Van mensen die iets voor elkaar willen doen. Of ja. De buurman, die is bijvoorbeeld piloot, die is vaak niet beschikbaar. Mm. Of hij is vaak niet hier. Mm. En dan heeft hij zijn parkeerplaats ter beschikking aan de anderen gesteld. Oh, dat is fijn. Dat is leuk. Dat is leuk. Dat is inderdaad een beetje de sfeer hier. Ja, nou fijn. En je zei net al van je voelt je als een pionier hier, want je bent een van de eerste die hier is komen wonen. Ja. Wat doet dat gevoel met je? Wat vind je van die rol dan? Dat vind ik leuk. Het hebben we op de vorige plaats waar we gewoond hebben ook gehad. Dat je daar als eerste woonde. Iedereen heeft een beetje hetzelfde idee. Allemaal nieuw, allemaal dingen ontdekken, elkaar ontdekken. En dat is een beetje pionieren. Ja, want waar wonen jullie hiervoor? We woonden op Sporenburg. Dat is twee eilanden verder. Oké. En dat was toen ook vanaf de Zandhopen dat we zijn begonnen. Aha, dus 20 jaar geleden ondertussen. Ja. Maar gek genoeg maken heel veel mensen juist niet mee wat jullie nu al twee keer meemaken. Namelijk... voor het eerst op een bepaalde plek komen wonen. Ja. Meestal stromen mensen in. Ja. Maar jullie hebben nu al twee keer het vanaf het begin mogen aanschouwen. Ja, maar... Dat is een beetje op. Het is een beetje haar hobby dan. Ja? Ja. Zoek je de pareltjes uit en denk van nou, daar ga ik naartoe? Ja, precies. Want hoe ben je hier terechtgekomen? Ja, ik zoek heel veel op nieuwbouwprojecten. Amsterdam Woont bijvoorbeeld, mm-hmm. Dan zie je alle nieuwbouwprojecten van Amsterdam. Mm-hmm. Dus, en toen heb ik dit ontdekt. Ja, was het moeilijk om dit plekje te bemachtigen? Nou, je moet altijd loten, hè. Dus, ja. De eerste keer waren we uitgeloot en toen kreeg ik plotseling een belletje van, zijn jullie nog geïnteresseerd? Ja. Ja. Nou, fijn. Mooi belletje is dat. Hey, Kees, jij bent geen Amsterdammer, hè? Nou, ik ben niet geboren hier, nee. Ik ben geboren op Texel. Ja, en we zien daar toch wel jouw trots. Dat is mijn trots, ja. Laat me even zien wat we hier zien, want het is nog een best oude kaart. Het is een oude kaart, ik schat een beetje uit 1912. Dat heb ik een beetje kunnen reconstrueren op basis van de bebouwing. Mm-hmm. En je ziet hier het eiland Texel met eronder een kaartje van het Den Burg uit die tijd. Ja. Ja. En hier ben ik geboren en getogen. In het midden van het eiland, in Den Burg. En dat maakt wel de cirkel rond, want je bent weer op een eiland beland, zeg maar. Op een soort van mini-eilandje dan in Amsterdam. Ja, ik heb dat niet zo bewust uitgezocht, maar als ik zo nadenk, hebben we toch wel vaak op schiereilanden en eilanden gewoond. Want we zijn begonnen met elkaar in de Zeeheldenbuurt. Ja. Dat is eigenlijk ook een soort schiereiland. Toen zijn we naar Wittenburg gegaan, ook een soort schiereiland, allemaal een beetje aan het ei. Toen Sporenburg nu weer hier. Ja. En het leuke ervan vind ik toch een beetje het gemoedelijke, het kleinschalige. Mensen kennen elkaar toch wel een beetje hier. Komen elkaar tegen, groeten elkaar. Dat is iets wat ik... Dat is wat je belangrijk vindt, hè? Dat vind ik belangrijk, ja. Echt wel de contact met de buren en in contact blijven met de buren. Ik sprak net met Ellen, die zei ze vindt dat de buren hier toch allemaal een beetje op elkaar lijken. Iets te veel op elkaar lijken. Ja. Wat vinden jullie? Jullie weten waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Ja. Vooral wit, young, professional, of een puppy of een kind. Ja. Ja. Eén of twee jonge gezinnen. Ja. Deden jullie dezelfde mening? Of zeggen jullie van, nou, dit is voor mijn beleving een andere soort wijk? Nee hoor, het is gewoon heel veel jonge mensen. En wit en vermogend, toch? Ja. Ja. En het mag wel een stukje ruiger, toch, Kees? Of zeg je van, het is lekker, want jullie komen wel uit een iets ruigere plek, zeg maar. Ja. De twee eilanden hier verderop. Dit is denk ik echt gewoon super rustig. Het is wel erg aangeharkt hier, ja.
Vroeger was dat anders, want ik kende wel van vroeger. En toen was het wel gewoon een beetje een ravelrandje. Ja. Dat is wel een van de laatste ravelrandjes die opgeruimd wordt. Ja. Hey, maar als je hier naartoe rijdt en zie je al die nieuwbouwprojecten, denk bij jezelf, wauw, ben ik nog wel in Amsterdam? Ja. Ja. Het is wel echt... Het wordt erg aangeharkt. Maar die tuin wordt volgens mij heel mooi. Ja. En dat is ook wel heel leuk. Ja. Die binnentuin met al die tafeltjes en stoeltjes, dat je... Elkaar kan ontmoeten. Ja, want jullie wonen hier sinds september. Ja. Dus jullie hebben de hete zomers nog niet echt meegemaakt. Nee. De barbecues zijn nog niet uit. Nee, we wachten met smart op de zomer dat we weer met alle buren buiten kunnen zitten en gebruik kunnen maken van die tafeltjes en het meubilair hier buiten. Ja, hebben ze goed gedaan. Tuin een beetje tot wasdom is gekomen, dat lijkt me erg leuk. Ja. Hey, hoe is het hier met de brandveiligheid? Hoe is de kennis op basis van de brandveiligheid? En ondertussen neem ik jullie mee naar de brandweer beneden. We hebben daar twee rookmelders, dus die kun je zien. Toevallig ook aan de rookmelderstraat. Ja, precies. Hebben jullie er gratis bij gekregen, zo'n rookmelder? Ja, we hebben er ongetwijfeld voor betaald. Maar... Ja, zeker wel. En weet je ook bijvoorbeeld hoe je om moet gaan met een steekvlam? Wat je zou moeten doen? Ja, ik heb daar een cursus in gehad. Ja. Oh, wauw. Ja, oké. Goed. Nou, dan geef ik de kijkers thuis even een tip van, hey, we gaan nu kijken naar hoe je dat moet oplossen en hoe je dat moet voor zorgen dat het niet alleen maar groter en groter wordt. Zeker met de feestdagen die eraan komen, vuurwerk, et cetera. Dus trek even lekker je jas aan en dan gaan we naar beneden toe, want de brandweer die wacht op ons. Maar je hebt dus een cursus gehad in hoe je om moet gaan met brand. Ja, ik werk in de windturbine-industrie. Ja. En ik heb dus voor werk op sites, op locatie, moest ik allemaal cursussen doen. Veiligheidstrainingen, brandje blussen, EHBO, werk op hoogte en dat soort zaken. Dus. Oké, goed. Ellen die weet namelijk nog niet waarom de wijk zo heet. Waarom de wijk allerlei namen, straatnamen heeft gerelateerd aan brandweer. Of aan brand. Mm-hmm. Zou je dat aan haar kunnen uitleggen? Ja, tuurlijk. Ja. Intussen. Hoi. Ellen, kun je er even bij komen? Ja, want je hebt niet echt een idee waarom de straatnamen hier vernoemd zijn naar allerlei brandgerelateerde woorden. Nee. Nou, ik heb, kan ik je uitleggen? Ik heb je buurman, vanaf bij deze, buren van elkaar. Die kan het je uitleggen. Okay. En ondertussen heeft Joep natuurlijk weer een veter te pakken. Maakt niet uit, we gaan gewoon verder. Vroeger stond hier de Ajax-fabriek. Ja. En dan maakten ze brandblussers. Mm-hmm. Ik heb ook, ik denk 45 jaar geleden, mijn eerste brandblusser hier gekocht. Ja. En vandaar dat al die namen die zijn genoemd naar brandpreventie, zou ik maar zeggen. Ja. Hiernaast heb je de Sigma Verffabriek, dus die hebben allemaal verfgerelateerde namen. Ja, dus, nou, tot zo. Dat is dus de reden. En jij woont aan welke straat? Aan de Vluchtladderstraat. Vluchtladderstraat. Ja. En hier heb je de Rookmelderstraat. Ja. En je hebt nog zoveel andere straten. Sprinklerstraat. Ja. Goed. Meer. We moeten naar de brandweer, want die kunnen elk moment weer oprukken. Want ja, ze zijn gewoon in dienst. Dan ga ik hier even... Je hebt een pannetje klaargezet voor ons, hè? Ja. Zit er eten in? Of, Er zit geen eten in, maar je mag er een paar bitterballen in leggen. wat een stukje brandveiligheid. Heel belangrijk om vandaag de dag te weten hoe je met brand moet omgaan. Jazeker. Wat gaan we zien? Wat wij hier willen laten zien eigenlijk is vlammen in de pan. Zeker hier rond de feestdagen is dat iets wat heel makkelijk kan voorkomen. Ja. En wij willen laten zien hoe je het eigenlijk op de juiste manier moet doen. Ja. Maar ook hoe je het niet moet doen. Vooral niet. Oké, moet ik nog even wachten of... want ik heb Bianca en... nog een keer? Suric, die ik wat vragen wil stellen. Ja. Kan dit even wachten? Ja. Ja, oké. Dan loop ik even daar naartoe. Ja, sorry. Echt een hele moeilijke naam. Suric. Heb je dat vaker? Dat mensen je naam dat ze echt moeite hebben met het uitspreken van je naam. Ja, ja, daarom stel ik me ook altijd voor als O'Neill. Als O'Neill? Ja. Kon je dat niet eerder doen dan? O'Neill is toch zo makkelijk? Veel makkelijker, ja. Ja man, oké. Okay. Hey, brandveiligheid, wat is het eerste waar mensen op moeten letten vandaag de dag? De feestdagen komen eraan, nieuwjaar, kerstboom. Die is echt natuurlijk een makkelijk obstakel om in brand te vliegen. Ja. Waar moeten mensen op letten? Voornamelijk op kortsluiting. De meeste branden die we op dit moment krijgen zijn toch wel telefoontjes die in de lader blijven, onder de kussen.
Lader onder de kussen. Weet je hoe telefoon vaak je dat hebt? Inladen onder de kussen, ja. Oh, is dat niet goed? Nee, dat is niet goed. Oh, oké. Okay. Daar kan kortsluiting van ontstaan en ja, dan heb je dus heel snel brand. Wauw, dat is bizar. Ja. Hebben we nog meer? Verlengsnoeren inderdaad. Ja. Niet uitgerolde verlengsnoeren of aan elkaar gekoppeld, meerdere stuks. Wat hebben we nog meer? CV-ketels, dat die goed onderhouden zijn. Want niet alleen brand is een heel gevaarlijk, heel vaak voorkomend gevaar. We hebben ook koolmonoxide bijvoorbeeld, vergiftiging. Ja. Dat ruik je niet. Nee. Dat kan je op geen enkele andere manier bespeuren dan lichamelijke klachten die je krijgt. En die dat wil je dus echt niet hebben. En ja. Een CV-melder of een CO-melder die kan daarbij helpen. Ja, dus die moet je eigenlijk gewoon in huis hebben. Dat is een must. Is wel handig. Ja. Waar rukken jullie de laatste maanden voor uit? Zo de laatste maanden van het jaar? Wat zijn de maanden van het jaar die we het meest krijgen, zijn toch echt reanimaties. En hoe komt dat? Van alles en nog wat. Voornamelijk ja, dat een hartstilstand voor kan komen bijvoorbeeld. Ja. En dat een persoon vaak alleen is en niemand in de omgeving is. En of dat juist komt nadat anders. Er een brand heeft ontstaan, toch? Nee, dat hoeft niet, daar hoeft nog geen eens brand bij dus te komen. Dus jullie rukken voor, niet eens voor brandgerelateerde zaken dan, als ik het zo Nee, hoor. Inderdaad. We hebben heel veel een breed scala waarvoor we uitdrukken, inderdaad. Okay. Deur openen als er bijvoorbeeld een oude persoon niet bij de deur kan komen omdat hij bijvoorbeeld gevallen is. Ja. Dan helpen we de ambulance, helpen bij de politie om een deur open te maken. Ja. Dat doen wij ook allemaal. Wat ik ook heel mooi vind, Bianca, is dat jij ook bij de brandweer zit. We waren net even bij jullie in de kazerne. Klopt. En ik zag alleen maar mannen. Jij bent de enige vrouw. Nou, we hebben wel meerdere vrouwen nu op de kazerne. We hebben nu 3 vrouwen op de kazerne. Maar op dat moment was jij de enige daar? Ja, klopt. Wel heel stoer en heel vet, toch? Ja zeker. Ja, zeker. Waarom zit jij bij de brandweer? Wat vind jij daar Ik zit er nu sinds een jaar bij en ik heb een overstap gemaakt omdat ik gewoon wat meer met de hulpverlening bezig wou zijn. Meer mensen wil helpen. En wat heb je hiervoor gedaan? Ik ben speurhondengeleider geweest. Met, met explosieve vuurwerkhonden en drugs- en geldhonden. Ja, is Joep een potentiële kandidaat? die zit heel erg met veters hier kapot te maken. Wat ik zo kan zien, heeft hij wel kwaliteiten daarvoor. Kwaliteit. Ja, zeker. Nou, ja. Joep kan een speurhond worden, hoor ik hier. Goed. Hey, dank jullie wel, O'Neill en Bianca. We gaan afsluiten met het, toch wel een van de meest spectaculaire dingen die we vandaag gaan doen. Dit letterlijke vlam in de pan, hoe gaan we daar nou mee om? Nou, de enige juiste manier is een passende deksel van je af erop en hem erop laten staan. En niet zeggen van ik haal hem eraf, want dan ontsteekt hij weer. En dan zijn we niet daar waar we wezen willen. Nee, dan mag je weer opnieuw. Alleen er zijn natuurlijk heel veel slimme vogels onder ons. Die zeggen brandweer komt met water. Ja. Dus blussen we dit met water. Ja. Nou, dan zullen we je nu het effect laten zien wat daarvan het resultaat is. Dus als je een steekvlam met water probeert te blussen, dan zien we nu wat het resultaat daarvan is. Hier heb je een klein kopje water. Mm-hmm. Echt een half kopje water, nog niet eens. En die gaat erop. En dan is dit het effect. Als je dit dus in je keuken doet, dan is het een enkele reis Beverwijk en einde feestdagen. Dus dit is vooral wat je niet, moet doen. Dus geen water over een gieten over een olie met pan. Nee, altijd. Een pan met olie bedoel ik. Een pan met olie, altijd af, met de deksel afdekken, van je af erop en laten staan. Ah. En niet zoals een stel slimme vogels hier in de stad ook nog wel eens willen doen. Van 2 of 3 hoog naar beneden kieperen. Nee. Ja, en dan spijt me, dan krijg ik hem op mijn bol. En daar word hebben. Ik ook niet vrolijk van. Gebeurt dit heel vaak, dat mensen denken, nou, de brandweer komt met water, dus ik los dit op met water? Ja, dat is gewoon een paniekreactie van mensen. Ik heb water, dus daar doe ik het mee. Ja, dus jij zegt eigenlijk deksel erop, laten staan. Deksel erop. Want dan komt er natuurlijk geen zuurstof bij, waardoor het vanzelf uitgaat, hè? Want ik heb 1 van de 3 elementen afgesloten. Ja. En het gas uiteraard uitdraaien. Ja. Oké. Okay. Hey, dankjewel voor deze demonstratie. Je schrok wel een beetje, hè, Kees? Ja, het was heftig, ja. Het kwam jouw kant op bijna, hè? Ja. Ik heb dit niet gehad met cursus. Nee. Het is wel spectaculair. Ja, zo'n klein vlam in de pan kan echt voor heel wat schade zorgen. Ja, dat
is een goede les dat we dat niet moeten doen. Hè? Nee, goed. Nou, dankjewel Kees. Ja, graag gedaan. U bedankt voor het kijken naar de Straat van Amsterdam vanaf deze prachtige locatie. Een locatie vernoemd naar allerlei brandgerelateerde woorden als in de straatnamen. Nou, nu heb je gezien hoe je in ieder geval met een pan moet omgaan als je eenmaal thuis frikandellen aan het pakken bent of whatever. Geen water, maar gewoon huppa, dekseltje erop en dan ben je helemaal safe. Bedankt voor het kijken. Heb jij een leuk verhaal of heb je een mooi adres of heb je een mooie woning? Laat het ons even weten. straat@at5.nl en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ja, vlam in de pan. Leuk hoor.